Welkom bij Fontys. Als hogeschool zorgen we er graag voor dat iedereen binnen onze locatie succesvol en veilig kan studeren of werken. Maar weet jij bijvoorbeeld wat je moet doen in het geval van een calamiteit of ontruiming? Calamiteiten kunnen zich overal en in verschillende vormen voordoen. Denk hierbij aan een brand, gaslek, bommelding of ongeval. Aangezien een ongeluk in een klein hoekje zit, is snel handelen belangrijk. Heb jij je al eens verdiept in wat jouw rol als medewerker is? Tijdens een calamiteit kunnen studenten zich tot jou wenden voor hulp. Met kleine acties help je de BHV-organisatie, dus ben je daar bewust van. Het belangrijkste is je eigen veiligheid en dat je anderen op de hoogte brengt van de situatie. Bij brand kan je dit bijvoorbeeld doen door de rode handmelder aan de muur in te drukken. Hierdoor wordt de meldkamer van Fontys direct op de hoogte gesteld. Weet je niet zeker wat er aan de hand is, bijvoorbeeld als je gas ruikt of een persoon gewond op de grond ziet liggen, bel dan meteen de meldkamer van Fontys. Zet daarom dit nummer in je contacten. 088 5077 119. Heb je geen telefoon bij de hand? Stuur dan iemand naar de receptie of laat iemand anders bellen. Het is belangrijk dat de meldkamer als eerste op de hoogte is, zodat vanuit daar alles aangestuurd kan worden. Maar weet je ook wat je moet doen bij een ontruiming? Jij als medewerker hebt hier namelijk een extra rol in. Weet je bijvoorbeeld wat de snelste route is om het pand te verlaten? Waarschijnlijk denk je hier niet dagelijks over na. Maar kijk eens om je heen en kijk waar de nooduitgangen zitten. Wanneer je het ontruimingssignaal, de slow whoop, hoort, neem je jouw klas, gasten of collega's met je mee naar buiten. En neem je iedereen die je onderweg tegenkomt mee. Je hebt dus de extra taak als medewerker om tijdens een ontruiming niet alleen voor jezelf te zorgen, maar om ook BHV'ers te ondersteunen waar nodig. Eenmaal buiten ga je naar de verzamelplaats van jouw locatie. Deze kan je herkennen aan het groene bord met witte afbeelding. De ligging van deze verzamelplaats kan je ook terugvinden op de calamiteitenborden binnen jouw Fontys-locatie. Buiten zorg je ervoor dat fietspaden, wegen en aanrijroutes voor de hulpdiensten vrij blijven. Zo kunnen de hulpdiensten hun werk doen en mensenlevens redden. Uiteindelijk geven de BHV'ers aan wanneer het gebouw weer veilig betreden kan worden. We hopen dat je nooit te maken krijgt met een echte calamiteit. Maar mocht het toch gebeuren, dan weet je nu wat je moet doen. Dus zet het Fontys alarmnummer in je telefoon. Denk aan je eigen veiligheid en breng de Fontys meldkamer direct op de hoogte. Ben je daarnaast bewust van jouw extra rol als medewerker richting studenten en collega's? Namens iedereen van Fontys wensen we je een fijn, succesvolle, maar vooral veilige tijd toe bij Fontys Hogescholen.